De ronde blijft jong, ook al is dit de 50ste editie. De ongeëvenaarde amateursgeneratie van 1964 is er voor het eerst bij. Maar in een paar massale valpartijen worden de twee aanvoerders van de nieuwe lichting, Eddy Merckx en Walter Godefroot, vroeg uitgeschakeld. Willy Blankaert doet het dan maar. Hij komt als eerste op de Kloosterstraat in Geraardsbergen voor Gianni Motta. Zo ontstaat een kopgroep van 14. Wart Sels, al een jaar lang intrinsiek de beste klassieke wegrenner ter wereld, treedt eindelijk uit de schaduw van Rick van Looy. In de sprint verslaat hij Durante, Georges van den Bergen, Guido Rijbroek en Willy Blankaert.